daar ligt de ruimte voor Cabral. Een paasje binnendoor. En de gelijkmaker voor Feyenoord. En het is een hele fraaie van Castaños. Ja, goed gedaan. Actie rechts bij de cornervlag, geloof 3 scharen en vervolgens wat bewegingen met de benen. Waarna ik dacht, die gaat dit jaar nog een keer in de knoop raken. Nee. Ik heb hem al zo vaak geoefend dat hij niet fout kan gaan. Dus dat zal het niet zijn. En een assist, man of the match, alles erop en eraan gelijk. Bij je debuut. Ja, ik denk dat het mooie niet kan. Precies zoals ik me had voorgesteld. Dus alleen jammer dat ik een kans miste, want ik had graag willen scoren. Maar dit vind ik ook wel goed. Kansen komen nog wel. Ja, precies, daarom. Dankjewel. Alsjeblieft. En daar is Cabral weer. Gewoon op wacht. Cabral zelf en de redding van Pauw. Daar valt hij dus weer opvallend in. Weer is de corner goed. Weer een kans en nu zelfs een doelpunt. Ja! Wat weet Per ervan? Maar hij zit er wel in. De tweede die ook al zorgde voor een doelpunt tegen Utrecht. Dus wordt Cabral maar weer eens geknuffeld met weer een goede trap van hem, die belangrijk is. Kort, doorzien door Vlaar. Cabral. Kan hij het loons moeilijk maken? Ja, dat kan hij. Goed schot. Zomaar weer inleven. Wat een slordigheid is er in het spel van Heracles gekomen. Cabral. Fraai, zo is hij looms kwijt. Smolov. Cabral. Zoals u ziet is hij stijf links, dus komt hij vanzelf gesproken naar binnen toe. Kort kon Canales scoren. Cabral. Ook met rechts kan hij een voorzet geven. Gosens. Javi Martinez. Werd wat opgejaagd en is verspeeld daardoor de bal aan Cabral. Cabral naar zijn linker en dan wordt de paal geraakt, maar is daar wel de rebound en de gelijkmaker van Dost.
minuut na de openingstreffer is daar een grote glimlach bij Bas Dost. Goeie actie van Cabral. Na slordig balverlies van die toch ervaren Gabi Martinez. En dan... Cabral. Eigenlijk een linksbuiten dus. Weer komt hij naar binnen toe en het is weer gevaarlijk. Applaus ook van Dost. Dat zijn gevaarlijke schoten. Zoals dat schot van Gosens en zoals ook dit schot van Cabral. Die een goede indruk achterlaat. Fernando Blind. Jong. Cabral. Wiens acties aardig uit de verf komen. Dat was in de eerste helft zo en dat is nu weer het geval. Gorter. Goed strak gespeeld op Cabral. Nu een goede voorzet en dan bij de eerste paal De Jong. Marcellus. Cabral. De Jong kiest positie. Dost komt naar de eerste paal toe. Cabral is nog even bezig. Gorter. Nog eens Cabral. Even wat druk van Jong Oranje.